Op maandag 5 augustus was het weer zover. De kindervakantieweek in Berchem ging van start. Dit jaar bestaat het kindervakantiewerk al 45 jaar. Maar voordat er gefeest wordt, moet er eerst nog getimmerd worden. De verf ligt klaar, de kwasten staan klaar, limonade is paraat en een grote berg hout. Klaar voor de start? Meisjes. Aanstaande vrijdag verzint elke groep een act. Maakt niet uit wat. Het mag zang, het mag playback, het mag dans, goochelact, dressuurpaardenact, een leeuwentemmeract, een clown, acrobatiek, jongleur. Maakt niks uit. Je mag het alleen doen voor jouw groep. Je mag het met twee doen, je mag het met heel de groepen doen. Je mag zelfs zeggen van we doen twee groepen bij elkaar. Maakt niet uit, maar vrijdag gaan jullie dat doen bij het Hoesterbos Theater. Links, rechts, stampen met je voeten, we zitten hier bij de tweede dag van de kindervakantieweek. Een goede opkomst, of niet? Het gaat tot op heden allemaal heel goed. We zijn heel tevreden. We hebben heel veel mensen gehad met opbouwen. We hebben 467 kinderen. En we hebben denk ik, ik denk dat vandaag hier 150 vrijwilligers rond hebben lopen. Dus het loopt perfect.
En jullie hebben vandaag pannenkoek gegeten. Van, dat doen allemaal vrijwilligers? Of? Die pannenkoeken worden door ouders, familie, opa's, oma's, gewoon vrijwilligers in Berchem gebakken. En omstreken volgens mij komen er ook in Os en Magaren of Haren. Ik weet niet precies, maar ze komen van alle kanten en alle kinderen hebben volle pannenkoeken in eten. Dat vind ik geweldig. Nou, en zo te zien vloeit het water rijkelijk hier. Er is volop water, gelukkig. En het is, ja, de temperatuur is gewoon geweldig. Hè? Dus we kunnen mooi gebruik maken van de zeepelling en diverse waterspelletjes. Dus het loopt allemaal voortreffelijk. Nou, bedankt en succes verder de hele week. Dankjewel. Maandag en dinsdag kwam woensdag en die kwam met veel regen. Het werd een natte boel, maar door het zonnige humeur van de kinderen was het toch een leuke dag. 1, 2, 3, ja! Let's go!
en een lekkere warme friet met een gehaktbal kan je even tegen voor de volgende dag. De volgende dag was het gelukkig droog. De zon scheen en er was weer van alles te doen. Zijn ze lekker? Ja. Is ze lekker? Ja. Dat is voor de vrijwilligers. Ja, die dame kwam met de orde vrijwilligers. En na dagen bouwen rijst de vraag: wie heeft de mooiste hut gebouwd? Wie heeft de eerste prijs gewonnen? En nou gaan we zo naar de eerste plaats, want die mogen hier een beker uitkomen zoeken. En als goed is de andere twee ook, als we de zat hebben. En dan is op de eerste plaatsjes Gein de groep nummer 2 met 846 punten. Dus groep nummer 2 mag even een prijs hier afhalen, een beker. De grootste staan op tafel. Zoek uit, heel snel. Want nu staat de popel om groep nummer 2 te noemen. Groep nummer 2, wat hebben we gedaan? Ja! Wat hebben we gedaan? Ja! Wat hebben we gedaan? Goed gedaan, ja! Traditiegetrouw wordt de laatste dag doorgebracht in het Hoezebos Theater. De kinderen mochten daar hun ingestudeerde act opvoeren. Agent had nog een vraag. Wat vonden jullie nou het leukste van de kindervakantieweek deze week? Of een van de leukste dingen? Alles. Alles? Ja, hè. Het is ook allemaal even leuk wat ze organiseren. En wat vonden jullie nou het lekkerste van deze week? Alles. Ook wel alles? Ja. Ze kunnen allemaal zo goed bakken, hè? En al die sponsors en al... Hey, maar dat vind ik wel, dan moeten we toch nog eerst eventjes doen. Voor al die vrijwilligers, een hiep hiep hoera. 1, 2, hiep hiep hoera! 45 jaar vakantie, kindervakantiewerk. 45 jaar geleden opgericht door Ans en... Met naam Henk Peters, ik weet. Riet Seijnen, volgens mij, van Actie op Puntje. Mia de Bruin, dacht ik nog, terwijl ik zat te denken. Leo van Osso. Ja, heel veel anderen, maar ik durf er zo niet hard op te zeggen meer. En hoe ging dat toen in zijn werk, de eerste kindervakantie? Nou, toen hadden we eigenlijk nog helemaal niks. Toen hebben we alles gewoon moeten lenen en zelf moeten maken. En ja, toen hadden we niks. We maakten 's morgens keken hoeveel kinderen er waren en dan gingen we programma's samenstellen.
Dat was gewoon heel simpel allemaal en ja, maar wel heel leuk om te doen. Ja, er gebeurde meer gewoon rond ja, en in het dorp? Ja, we zijn begonnen met activiteiten op de zaterdag in de vakantie. Toen hadden we 4 weken zomervakantie. En op die zaterdag deden we activiteit. Of dat alleen 's morgens of alleen 's middags was, dat weet ik ook al niet meer precies. Maar in ieder geval, dat was alleen in de vakantie die 4 keer. En daarna is het vakantiewerk geworden. Of vakantieweek geworden. Dat was toen van zondag presenteerden we het programma met een optocht. En dan zaterdag de boerenbruiloft afsluiting. Dus toen was het echt een week. En nu is het nog van maandag tot en met vrijdagmiddag. Ja. Ja, dus er is in de loop der tijd veel veranderd. Eén opmerking wil ik wel maken. Afgelopen donderdag waren we aan het opbouwen. Toen hadden we denk ik meer vrijwilligers als de eerste jaren met de kindervakantieweek kinderen. Dus er waren ruim 60 vrijwilligers met opbouw en in die tijd hadden we tussen de 60 en de 80 kinderen. Dus wel, ja. Maar toen gebeurde het in het dorp en daarna hier op het veld van de toen gebeurde het in het dorp rondom het oude jeugdhuis en dan aan de rand rondom het open huis. Toen gingen we nog naar Bergen Sport voor de sportdag en ook we gingen toen nog 1 dag in de week gingen we naar Velp, naar de speeltuin. Ook een heel bijzonder gebeuren en dan zaterdag de afsluiting met de boerenbruiloft. Ja. Kan men er nog iets van herinneren? Ja, fijn. Zelf ook meegedaan ooit, dus dan is dat echt heel leuk. Ja. Hey. De tijden zijn hard veranderd. En dat... de kinderen, die zijn... De kinderen zijn niet veranderd. De mentaliteit is met ouders is veranderd, vind ik. Veel erger. En dan komt het automatisch ook bij de kinderen terecht, hè? Ja. Dus ze zijn meer eisender, maar ook zijn er gelukkig een heleboel bij die het heel erg leuk vinden. En dat doet het tenslotte voor. Ja. Hey, bedankt. Oké, graag gedaan. Succes in de toekomst. Dankjewel.